Het is feest bij Hermes DVS. De vereniging bestaat 140 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Anthony van Voren, wat gaat er vandaag gebeuren? We hebben een leuk 140-jarig jubileumtoernooi bij Hermes en dat is de Nostalgie Cup. Even vertellen, wat betekent dat precies? Dan hebben we een jeugdtoernooitje vandaag voor de onderbouw. Voor teams, voor mijn voorkeur van allemaal van 100 jaar en ouder. En de leuke teams die van vroeger, waar we vroeger al tegen speelden in de 1900 jaren, die proberen we allemaal uit te nodigen. En is het dan in het originele shirt of zijn die gewoon niet meer te verkrijgen? Nou, die zijn wel lastig te verkrijgen. Ze spelen wel gewoon het huidige tenue. Maar we proberen wel natuurlijk met de vlag en de banners die erbij horen, alle logo's er mooi naar terug te komen. En dat je de oprichtingsdatum erbij ziet. Dat is wel een leuk onderdeel daarvan. Laten we maar eens wat namen noemen. Welke verenigingen zijn oud en komen langs? Ja, we hebben oude verenigingen zoals onder andere HBS Krijenhout uit Den Haag. Uit 1800 zoveel, voor mij in 1893. We hebben VOC natuurlijk uit 1895. En we hebben ook Willem II vanmiddag, de amateur tak. Dus die komt ook deze kant op. Er komt hierna ook nog iets speciaals met voetbal, heb ik begrepen. Ja, we hebben nog wel in juni hebben een internationaal toernooi voor de bovenbouw. Dus dan komen we met 40 teams gaan we dan voor de bovenbouw wat leuks doen met allerlei Engelse en Duitse ploegen. Maar we hebben ook deze variant, ook met eer nostalgisch cup in augustus. Dus in augustus komen we voor het eerste elftal voor een voorbereidingstoernooi. Ja, en dan hebben we onze buurman op bezoek, SCV, Xerxes. Dan proberen we ook iets leuks van te maken. Nou, hierbij voor jou de gelegenheid om de buurman te feliciteren, want SCV bestond gisteren 120 jaar. Zo is het. Gefeliciteerd uiteraard ook met die mooie mijlpaal. En we vinden het leuk dat we het allebei samen kunnen vieren. En in augustus gaan we de strijd aan in de voorbereiding. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, geweldig leuk om te zien. Al die kinderen in de originele shirtjes. John Frederik weet veel van shirtjes af. John, hoe ziet een goed shirt eruit? Een goed shirt is voor mij gewoon heel niet te gek, best simpel eigenlijk. Maar gewoon strak met de goede kleuren van de club erop. En dat maakt een shirt voor mij mooi en uniek. Laten we eens wat leuke shirts onder de loep nemen. Zeg jij het maar. Ja, persoonlijk, ik ben zelf een Hermes jongen, dus ik vind het Hermes shirt heel mooi. Het is mooi hemelsblauw de kleur met een mooi witte details op het shirt. Ja, ik vind het zelf het mooiste. Gewoon simpele shirts, niet te gek. Ja, dat strakke, echt dat maakt het nostalgische wel. En dat heb je bij Hermes gelukkig nog. En dan gaan we landelijk kijken, wat zijn shirts die eruit springen zonder in het Ajax-Feyenoord verhaal te vervallen? Ja, nou goed, echt unieke shirts in Nederland heb je bijvoorbeeld Willem II. Het is echt een heel erg uniek club daarin, ook een nostalgische club. Sparta, die heeft ook echt nog steeds die details en die behoudt dat ook, die details. Dus dat vind ik ook wel twee clubs die echt wel voor mij uitspringen. Als je nou in de wereld kijkt, hè? Ik vind zelf de shirts van Frankrijk en Italië mooi. Die zien er mooi ontworpen uit, hebben kraagjes. Absoluut, ja. Frankrijk die blijft natuurlijk tot echt het donkerblauwe met die witte kraagjes erbij, wat heel erg mooi is. En Duitsland, ja, persoonlijk als Nederlander is dat iets lastiger om te zeggen, maar ook die hebben toch wel vaak mooie shirts. Even over de kwaliteit, hè. Vroeger zat je van die nylon shirtjes. Is dat allemaal verbeterd? Tegenwoordig is het allemaal wel wat meer aangesloten op het lichaam, dat het beter voor het sport is, zeg maar. Dat het ook beter met zweten opvangen is en dergelijke. Persoonlijk vond ik de oudere shirts soms wel wat mooier. Die waren niet allemaal perfect qua maat en formaat en dergelijke. Maar het is tegenwoordig wel wat beter om hier in deze shirtjes te sporten, zeg maar. Dan hebben we de buurman SVV, rood-groene. Men zegt wel eens, dat is het mooiste shirt van Nederland. Ja, ook blijven Hermesjongen natuurlijk. Maar ook, ik moet eerlijk waar zeggen, ik vind het wel een mooi shirt. Dus daar kan je niet omheen. Dat blijft een mooi, uniek shirt. En goed dat ze dat weer terug hebben gebracht bij SVV, tijdje terug natuurlijk.